gaan een hele cirkelrok tekenen. Maat 38 op 1/4 schaal. Taillewijd is 68, heuphoogte is 20, roklengte is 40. Als eerste gaan we een hulplijn tekenen, 10 centimeter vanaf de kant. Dus hier geef ik 10 aan en hieronder ook 10 centimeter aan. Dan ga ik een lijntje trekken met potlood. Hulplijntje. Dan geef ik bovenaan mijn A-punt. Dit is mijn A-punt, daar begin ik. Van A naar B is 1/6 taillewijdte. 1/6 taillewijdte is 11,3. Min 1 centimeter is 10,3. 10,3, dit is mijn B-punt. Van B naar C is mijn heuphoogte. Mijn heuphoogte, B naar C, is 20 centimeter. Dus dit wordt mijn C-punt. Van B naar D is 40, want het is mijn roklengte. 40 centimeter. Dus dit wordt mijn D-punt. Teken vanuit de punten B, C en D, cirkelbogen naar rechts. Met als middelpunt punt A. De punten B1, C1 en D1 ontstaan. Ik zet eerst even een hulplijn haaks op mijn A-punt. Hier komt haaks een hulplijn te staan. Dan ga ik met een passer in mijn A-punt staan. En dan ga ik bij B ga ik dit rondje maken. Dat doe ik ook met mijn C-lijn, mijn heuphoogte. En mijn D-lijn, met als middelpunt A. Dit is mijn D-lijn. Zo ontstaat B1, C1 en D1. Als ik geen passer heb, dan pak ik mijn metermaatje. Dan ga ik vanuit het A-punt 10,3 afzetten. 10,3, 10,3. Zo ga ik verder. Kan ik ook een rondje maken. Kan ik met alle drie de lijnen rondjes maken. Dit is mijn midden voor en mijn midden achter. Dan zet ik erbij. Midden voor. Middenachter is dit. En dit is mijn zijnaad. Dan ga ik deze lijn blauw maken. Dit is mijn midden voor, midden achter. Dan kan ik een mooie rechte lijn trekken. Dit is mijn zijnaad. En nu ga ik deze lijntjes, moet ik blauw maken, dit. Ik maak er streepjes van. Dus dit wordt mijn stiklijn. En de onderkant ga ik blauw maken. Lukt dit niet, doe het dan met een bemesterset, dat je mooie streepjes krijgt. Die middelste lijn, de heuphoogtelijn, zodat je nette rechte streepjes krijgt. De middelste lijn die maak ik rood, want het is een hulplijn, dus mijn heuphoogte. En dit is mijn hele cirkelrok. Dus deze moet je dus 4 maal uit stof knippen.